In de 2005 animation short Descendants zien we het leven vanuit het perspectief van twee bloemen. De wereld is min of meer een aarde met een lichte fantasy twist. Niets is 100% realistisch, maar het is overtuigend genoeg om te kunnen geloven dat het zich op de aarde afspeelt. De personages hebben geen officiële namen buiten Red Flower en White Flower. Laten we ze voor het gemak even Red en White noemen. White, gevoiced door actrice Christy Scott Cashman, is een mooie, jonge bloem die ervan droomt om meegenomen te worden door een hert en zich te kunnen voortplanten. Red, gevoiced door Whoopi Goldberg, ziet dit anders en beschouwt de herten als hun vijand. Herten hebben haar hele familie vertrapt en Red moet er eigenlijk gewoon niets van hebben. Maar buiten haar wil ze ook White beschermen, zodat ze niet wordt opgegeten. De animatie duurt maar zo'n 14 minuten en het is eigenlijk grotendeels dialoog. Maar de motivatie van beide planten en hun karakter maakt het zo tastbaar en menselijk dat het gewoon interessant blijft om het te zien. En het laat ook zien dat er geen good guy of bad guy is. En dit maakt het eigenlijk nog menselijker en vertrouwelijker. Want net als bij mensen zijn personages niet bewust goed of slecht. Ze doen alleen dingen vanuit hun eigen motivatie en maken hun keuzes omdat zij denken dat dit de beste keuze is. Natuurlijk kan ik het einde niet verklappen, maar als je van animatie houdt en je houdt van een goed verhaal met prachtige visuals en een perfect passende soundtrack, ja, dan kun je deze animatieshort gewoon niet overslaan. De kracht zit hem in de rust, het sterke script en de bijna sierlijke wereld die letterlijk openslaat als een bloem. Geen explosies, geen spektakel, geen motion blur van hier tot Japan, geen gillende, schreeuwende personages die rondstuiteren door het beeld als een Jack Russell op LSD. Nee, deze animation short laat exact zien waar het de kijkers mee wil boeien. En de rustige en sfeervolle shots zijn gewoon adembenemend om te zien. Ook al is de renderkwaliteit misschien een beetje achterhaald. In de eenvoud toont zich de meester. En Descendants laat dit als geen ander zien. Means that I am defenseless. Can you understand this? I want to be beautiful again. Yes, I know. Such a pity. Are there only downsides to being a flower? Not too much rain, not too much sun. You're quite right. Het is een prachtig verhaal wat niet meer nodig heeft dan een goed script en bijpassende muziek. Descendants won 12 internationale awards en is te bekijken via een link in de beschrijving. Niet via Steam, niet voor 800 Xbox Live punten, niet voor $12.95 voor een DVD of een Blu-ray, gewoon op YouTube te zien of op Vimeo via de website van de makers. En als je interesse is gewekt door deze review, dan kun je de links vinden in de beschrijving. Vergeet deze video niet te liken en steun ons door te subscriben op onze channel. Je keek naar Weekend Monsters. En zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.